Vanuit en welkom bij de zomereditie van Buitenspel met vandaag een primeur, met name twee vrouwelijke gasten. Twee dames van IJsselmeerwogers 1 die daadwerkelijk bijna het perfecte seizoen hadden. Welkom bij Buitenspel 2.0. Kunnen jullie jezelf even voorstellen? Ja, ik ben Lotte Meester, 21 jaar oud en ik voetbal bij IJsselmeervogels. Mijn positie is middenveld, nummer 10. Als werk heb ik mijn eigen salon en voetbal gewoon leuk als hobby. Nou, ik ben Nadia, ik ben 26 jaar en ik voetbal nu denk ik al zo'n 20 jaar, waarvan 7 bij IJsselmeervogels. Mijn positie is voorin, spits of rechtsbuiten. En als werk ben ik projectmanager bij een glashandel. En ik ben ook grafisch ontwerper. En je hebt je eigen salon? Ja. Waarin? Schoonheidssalon. Aan huis gewoon? Ja. Verliefd, verloofd, getrouwd? Verliefd? Ontzettend. Nee, ik heb al 8 jaar een relatie met mijn vriend Mark. Dus die ik ontmoet heb met grafisch ontwerper op dezelfde opleiding. En allebei groot voetbalfan. Dus, ook een rooie? Nou, hij komt uit Soest. Dus een zo Soest. Ja, maar hij steunt nu wel de rooie. Ja, en ik ook verliefd met Milan. En die heb ik ontmoet bij IJsselmeervogels. Maar hij komt hier niet vandaan, maar natuurlijk wel een rooie geworden. Dus dat is superleuk natuurlijk. Dus helaas voor onze mannelijke kijkers, er valt niks te halen, zeg maar. Nou, we hebben echt wel hele leuke dames in het team, hoor. Dus. Ja, zeker. Nog genoeg vrijgezellen? Zeker. We kunnen een poging wagen. Ja. Dan gaan we straks nog even noteren wie er zijn voor de dating aan het eind. Hey, jullie hebben een goed seizoen achter de rug, hè? Ja. Kun je te beginnen de competitie of wil je met de beker beginnen? Ja, de beker is wel het leukste. Ja, de beker is wel... Vertel. Nou ja, we zijn heel slordig gestart. Nou ja, slordig. Minder. Nou, gewoon lekker neutraal. Ja, penalties moesten we nemen om door te gaan. In de eerste ronde? Ja, tegen eigenlijk een lagere klasse. Dus dat was wel even iets wat we niet hadden verwacht. Ja, en we dachten ook altijd wel beker. Gewoon een beetje oefenen, bepaalde dingen proberen. Maar toen elke keer door en door natuurlijk. En uiteindelijk kwamen we tegen ons hoofdrivaal UVV aan. En daar verloren we 2 keer in de competitie van met best wel grote cijfers. En die troffen we, ik denk, in de kwartfinale. Ja. En toen hadden we echt zoiets, nou alweer. Ja, en toen hebben we er toch een wedstrijd neergezet. Ja. Volgens mij kwamen we 1-0 achter. Toen werd het nog 1-1. En ergens in de laatste minuut dus wisten we nog de 2-1 te scoren. En die wonnen we. Ja, dat was echt geweldig. Ja. Toen zagen we ook wel echt kansen gewoon van, we kunnen misschien wel... de finale halen. En we hoorden natuurlijk ook nog dat Ajax erin zat. Nou, dat is superleuk, want wie wilde nou niet tegen oud-internationals voetballen? Er zitten ook bijvoorbeeld een Daphne Kost natuurlijk in, die ik denk al iets van 150 interlands heeft gespeeld. Dus dat is super gaaf om natuurlijk daar wel je doel op te zetten van daar willen we tegen voetballen. Dat werd uiteindelijk de finale tegen Ajax. Ja, eindelijk werd dat ook nog de finale. Dus dat was, daar keken we wel echt naar uit. Ja. Echt een hele mooie ervaring was dat. En hoe gaat zo'n voorbereiding naar zo'n wedstrijd dan bij jullie? Anders dan anders of is het gewoon standaard trainen, derde helft? Ja, nou wel anders, want deze wedstrijden werden ook wel allemaal eigenlijk door de week gespeeld, de laatste 2 wedstrijden. Dus dan valt je trainingsschema een beetje in het water. Dus een beetje rustige trainingen, denk ik. Gewoon een beetje tactisch wel. Maar natuurlijk heel veel spanning bij iedereen, dat merk je wel. Heel veel spanning inderdaad. Ja. Vooral naar Ajax, want dan kom je ook zo'n complex op. Met dat grote Ajax-logo. En dan moet ik zeggen, het viel een beetje tegen. Want het was een kleine bouwval. Maar toch Ajax. En die pakjes die zeggen toch, wat er staat wel wat. Ja. En, een bus er naartoe, dus dat maakt het ook wel superleuk. En we hoorden ook dat er... hoeveel meiden gingen er mee met een supportersbus? Ja, volgens mij 80. Ja, echt. Dat was ook superleuk. Ja, dat was een bus geregeld, hè, begreep ik, door sponsoren. Ja. Ja, heel leuk. Ja, heel goed. En ook zo vol. Dus ook dat zoveel meiden daar naar willen kijken, dat is gewoon heel leuk ook. Dat doet wat met je. En dan kom je daar en dan zie je gewoon bijna het hele veld rondom vol staan met al die supporters. Dat is gewoon echt leuk om mee te maken. Dat is echt heel leuk, ja. En dan zetten we er ook gewoon een wedstrijd neer die ook gewoon leuk is om te zien. Ja, dat is gewoon
Heel spannend in het begin. Heel spannend, ja. Helaas zitten we hier met een zilveren medaille. Maar er is wel voor geknokt en er is ook echt wat neergezet met z'n allen. Ja. En die spanning, heel veel uitzicht dan bij vrouwen. Want bij mannen is dat denk ik, ze worden wat stiller en ze gaan naar muziek luisteren. Hoe gaat het bij jullie, in de vrouwenhelft dan? Nou ja, bij ons in de bus was het op zich wel gewoon gezellig. Je merkt natuurlijk wel dat er wat spanning is. Maar ik moet zeggen, we hebben best wel gewoon gelachen in de bus. En ja, in de kleedkamer merk je dan wel dat het wat rustiger is. Maar op zich, het viel wel mee. Ja. Ik denk dat het vooral tijdens het voetballen misschien nog een beetje was. Dat. Nou, ik vond ook wel dat het zich uitte in kracht. Dat ik zoiets had, iedereen wil extra zijn best doen. En ja, we gingen er gewoon voor. We hebben van mensen gehoord, dit is jullie beste wedstrijd ooit. Dus ik denk dat die zenuwen toch ergens zich op die manier hebben geuit. Dat jullie sterker heeft gemaakt. Ja, ik denk het wel. En hoe was dat dan tegen Ajax, die wedstrijd? Ja, het was gewoon goed. Ja, we hebben ik vond dat wij wel de eerste helft wel echt wel de overhand hadden, zeg maar. Dat we wel echt een stuk beter waren. Ik denk maar dat als wij alle kansen hadden benut, dat we misschien wel met 0-6 de rust in hadden kunnen gaan. Ja. Maar ja, met voetbal zit het niet altijd mee, dus ja, het zat... Je moet je belonen en als dat niet gebeurt, ja, dan... De eerste helft was je dus herenmeester, als ik het goed begrijp. Ja, herenmeester. Echt wel, dat hebben de dames van Ajax zelf ook wel gezegd. Dat ze verbaasd waren over hoe wij de eerste helft hebben gespeeld. Ja. En de tweede helft hebben we ook nog wel goed gespeeld. Alleen ja, toen kwam er net wat minder... En natuurlijk die zaterdag daarvoor al een zware wedstrijd gehad. Dus ja, en hun hadden niks. Dus je merkt dan wel dat wij wat meer in de benen hebben zitten dan wat zij hadden die afgelopen week. Met name in de slotfase dan van de wedstrijd. Ja, ook nog verlenging inderdaad. De energie eruit is, zeg maar. Ja, misschien dat toen ook de zenuw op een gegeven moment ze tol eisten. Weet je, de krampen schoten er gewoon bij meerdere mensen in. En bij hun zag je gewoon de ervaring. Ja, die won het. Wel een hele mooie ervaring, denk ik, toch? Ja, echt. Heel leuk. Prachtig. Nooit om te vergeten. Terwijl dit de verliezende finale eigenlijk is. En dan die zetten jullie hoger dan de overwinning in de na-competitie. Begrijp ik dat goed? Ja, misschien voor het gevoel wel, inderdaad. Al moet ik zeggen, we hebben afgelopen zaterdag wel enorm genoten. En dat was ook prachtig. Ja. Maar het is dan toch die finale die je eigenlijk wel heel graag wil binnenslepen. En ook nog tegen Ajax. Ja, dat wil je gewoon winnen. Ja. Maar het was superleuk natuurlijk dat we ook gepromoveerd zijn. Dat is voor volgend jaar ook wel een leuk iets. En als het goed is, komen we dan ook weer bij Ajax in de competitie. Dus dan revanche. Een revanche, die is zeker nodig. En hoe verliep het seizoen? Gewoon competitie? Verder? Ja, we starten ook wat stroef, denk ik. Ja. Een paar gelijkspelletjes. En uiteindelijk hebben we toch wel een heel leuk team, een heel mooi resultaat neergezet. Ja. We wonnen van de nummer 2 keer. Ja, een beetje wisselvallig. Ja. Wisselvallig, maar toch een goede, steady derde plek. Dus dat betekende na competitie. Ja. Toen mochten we heel ver richting Groningen. Ja. Vertel eens wat meer over die wedstrijd. Voor de mensen die er niet geweest zijn. Begonnen we met Groningen? Of was het nog een wedstrijd? Rotterdam. Oh ja, Rotterdam. De eerste was Sparta-Rotterdam. Dus daar gingen we met de busjes van IJsselmeer volgens heen. En er was ook nog wel een uurtje rijden. En dat was eigenlijk een hele spannende wedstrijd. Ja, echt een hele sterke ploeg. Ook fysiek wel. En, individueel allemaal heel sterk. Een hele spannende wedstrijd wel. Maar ja, gewoon kansen gemaakt is dat... Daar hebben we ze benut. En uiteindelijk stond het volgens mij, kwamen hun 1-0 voor. Toen 1-1. Toen wij 2-1 voor. Ja. En toen nog 2-2. Ja. En toen wij uiteindelijk de 3-2. En in de slotfase kregen we nog eigenlijk een soort van ingelopen kans. En die ging over. Ja. Toen floot de scheids af. Ja, het was binnen. Ja, heel gelijkwaardig. Dus moet je ook een beetje geluk hebben, natuurlijk. Maar dat was ook de betaalde tax, zeg maar, van Sparta Rotterdam. Ja, volgens mij samengevoegde... Ja, twee clubs. Of was dat? Dat was wel Sparta Rotterdam RVVH, dacht ik. Dus het is een gefuseerde club. Ik durf niet te zeggen of dat inderdaad de betaalde... En na Sparta kwam? Welke tegenstander? Winsum in Groningen, ja. Groningen. Lange reis. Klein stukje rijden, na twee uur en een kwartier. Zeker weten. We zeiden al, als we winnen is het terugreis heel leuk. Maar ja, dan moet je wel winnen. Dan, en gelukkig hadden we dat ook wel. Ja, en dit was eigenlijk ook wel een pot. Deze tegenstanders vonden we wat minder sterk dan Sparta. Ja.
Maar daar kwamen we achter door een penalty, ook 1-0. En eigenlijk keken we elkaar allemaal in de rust van god, dit moeten we winnen. Ja. Dit kunnen we ook winnen. En dat bleek. Hebben we de tweede helft niet meer de bal gehad. Nou, oké. Wel een beetje, maar we waren veel sterker. Dus dat was ook 3-1. Wel leuk. Ik denk 3-1 uiteindelijk. Ja. En jullie hebben daar een lunch gekregen, begreep ik, van een vaste supporter? Of ja, Ed huismeester. Ja, dus we zijn eerst vooraf zijn we eigenlijk in het dorpje Winsum afgezet bij een eetentje, een cafeetje. En daar hebben we met z'n allen geluncht, gesponsord door Ed. Ja. En toen zijn we vanuit daar gaan lopen naar de voetbalclub. Ook omdat we al 2 uur natuurlijk gezeten hadden in die bus. Dat was 10 minuutjes lopen, denk ik. Ja. Edje was er zelf ook. Edje was er ook, maar ja, die is er eigenlijk altijd wel bij. Ja, trouwe supporter. Onze trouwe supporter, inderdaad. Maar ook bij Sparta. Reist hij met jullie mee of komt hij gewoon op eigen gelegenheid? Eigen gelegenheid, hè? Gaat vaak met de bus in de trein, want hij komt dus uit Sparta, met over Rotterdam. Vervoer, komt hij. Maar vanuit Rotterdam is hij meegekomen naar Groningen? Nee, hij kwam met ons mee, met de bus. Dus hij gaat dan eerst naar Bunschoten en dan gaat hij vanuit daar mee met ons. Nou, dat is leuk toch? Ja. Het is leuk als je lacht als ik over in begin. Ja. Is het een leuke sporter om erbij te hebben? Zeker weten. Of aast hij op een van de teamgenoten? Nee. Hij is ook wel iets te oud hoor. En jullie trainer Remco van Meer, kun je daar iets over vertellen? Wat voor je man is het? Hoe lang zit hij al bij het team? 2 jaar? 3 jaar? Ik denk zoiets. 3, 4 jaar zoiets. Ja. 4 seizoenen. Ik zou het niet durven te zeggen hoeveel het is eigenlijk, maar... Ik denk 4 seizoenen nu. Ja. Dus het is wel een man die vecht voor de club. En vooral voor het vrouwenvoetbal. Ja. Ik denk als we de stappen zien die we de laatste 4 jaren met dit team hebben mogen maken. Mede dankzij de support die hij ons geeft, dat we echt wel vooruit gaan. Want daarvoor zaten jullie met Jaco, geloof ik, hè? Ja, Jaco Oosterveen, inderdaad. Die heb ik niet zo heel lang meegemaakt. Nee, ik ook niet. Ik denk 1 of 2 jaartjes. Ja, 1 of 2 jaartjes. Maar die heeft het ook wel lang gedaan, volgens mij, toch? Zat daarvoor ook wel een tijdje bij Dames 1. En verder bestaat de staf uit? Robert de Graaf. Nou, dat is echt... die is volgens mij met het meubilair meegekomen. Ja. Die zit er al vanaf het begin. Ik denk dat hij nu de 14 jaar aantikt. Dat is echt dat is eigenlijk ook een hele trouwe supporter. Ja, en Sean Koelewijn. Dat is eigenlijk ook onze vlagger wel. Ja, en de vader van een tweeling uit het van Sam en Tessa. Team. Dus die is er ook. Die is er het kortst, denk ik, Sean. Ja. Sean is er het kortst. Dat is die Roding? Of dat is volgens mij een fotograaf? Nee, dat is een fotograaf. Ja. Die hebben aardig voor elkaar, zeg maar, qua staf. Ja, zeker. Die is Frank Roding en die doet het samen met zijn vrouw Marleen. Die hebben ook een dochter bij ons in het team voetballen, Meira. En die zijn er ook echt al heel lang. Sinds ik er loop, zie ik ze eigenlijk bij ook bij mij vroeger eigenlijk altijd al vanaf de F's. Altijd foto's, filmpjes maken. Dus we hebben altijd wel een leuke terugblik op elke wedstrijd ook wat we kunnen zien. En wie maakt het verslag dan van jullie? Ik denk Remco. Remco, ja. Ja, maar dat weet ik niet. Jawel, Remco. Ja. En wat maakt de club dan IJsselmeerboog zo bijzonder? De club zelf of ons team? Ja, de club bijvoorbeeld. Beginnen bij de club. Ja, kan jij het beste over vertellen. Ja, ik heb overal gevoetbald, dus... De club zelf, het is natuurlijk een hele mooie grote club. Ik vind ook wel dat ze voor het vrouwenvoetbal wel gewoon veel doen. Ja, ik weet het niet, sorry. Ja, ik denk dat wat ze nu in het vrouwenvoetbal leggen, dat heel mooi is inderdaad. En dat de kansen er ook zijn en dat de gelegenheid op sommige gebieden nu geboden wordt. Dat een mooie club is. En veel support, vaste supporters hebben er een paar. Gewoon trouwe mensen die er al lopen. Kijk maar naar Robert de Graaf, die voetbalt er 14 jaar. We hebben Angela, die heeft 15 jaar in dit team gezeten. Dat zegt wel iets. Je blijft niet zomaar ergens zo lang zitten. Dus ik denk dat het ook wel heel mooi maakt. Vind ik. Maar jij gaf aan, ik heb overal gespeeld. Waar heb je nog meer gespeeld? Ik heb ook bij Spakenburg gespeeld. Nou, heb je goed vergelijkingsmateriaal. Maar ik ben bij IJsselmeervogels begonnen. En toen ben ik een keertje weer naar Spakenburg gaan. Samen met mijn tweelingzusje dan. En uiteindelijk is daar het damesteam gestopt. Dus dat is ook eigenlijk de reden waarom ik bij IJsselmeervogels ben gaan voetballen.
En ik denk dat de meeste mensen voor een kleur kiezen omdat dat ook in de familie heerst. En dat is in mijn geval niet zo. En ik vind IJsselmeer volgens prachtig, maar dat komt vooral door de mensen die er voetballen. De vriendinnen die ik hier heb opgebouwd. Volgend seizoen? Stapje omhoog? Ja. Blijft het team bij elkaar? Ja, dat denk ik wel. Anders is het ook een verrassing voor ons. Ja, we hebben wel afscheid moeten nemen van twee spelers. Van Angela en Shanice. Angela voetbalde nu 15 jaar. En Shanice 10 jaar. Dus die... Die stoppen. Ja, die stoppen mee. Ja. Ja. Dus dat is... Dat zijn wel twee hele belangrijke meiden waar wij nu afscheid van nemen. Ja. Ja, je bouwt toch wel echt een band met elkaar op. Gewoon ook echt als vriendinnen. Dus ja, dat is ook wel lastig soms. Hoe vertaalt zich dat in zo'n seizoen? Gaan jullie dingen samen doen? Gaan jullie kamp of weet je voor iets? Gransberg was vroeger al. Ja, nog steeds. Gransberg zit er nog steeds in. Ja, aankomend weekend naar Gransberg toe inderdaad. Dus dat is altijd wel heel gezellig met elkaar nog. Nog een toernooitje. Toernooitjes, ja. Een soort toernooi, maar dan ja, het is wel een voor de derde helft, zeg maar. Ja. Nee, het is wel heel gezellig met elkaar ook. Ja, het uitzicht inderdaad. We zijn wel eens weekendjes weggegaan, teamweekendjes. Ja. We plannen wel eens avondjes uit. Weet je, bijna iedereen nodigt elkaar ook uit op alle verjaardagen. Dus je doet best wel veel in zo'n jaar met elkaar. En daardoor denk ik ook dat dit team zo mooi is, omdat iedereen er ook voor open staat voor elkaar. Ja. Ja. We hebben hier een speciaal shirtje hangen. Kan je er wat over vertellen? Ja, dit is Teamwork makes the dream work. Dat is een quote die wij... Onze Jel eigenlijk die we voor elke wedstrijd schreeuwen. Ja. Ja. Teamwork en ik denk... Krijgen jullie natuurlijk kampioen zijn geworden? Ja, nou, het heeft dus een zwart randje, maar ja, het is ook een zwart shirt. Kijk, hij was eigenlijk voor de beker, maar hij moest dus een beetje multifunctioneel zijn, want we konden natuurlijk winnen of verliezen. Dus is het shirt. Ja, maar... Wel mooi aandenken, toch? Ja. En ik ben ook cupfighter als je in de finale komt, toch? Ja, dat zijn we daarom. Zeker. En we hebben ook echt gevochten. Ja. Jullie mogen trots zijn op jezelf. Dank je wel. Ja, en dit zeker. Zijn de medailles, zeg maar. Want ik zie wel eentje een gouden voorkant. Ja, dat deze is natuurlijk voor promoveren. Ja. En deze de zilveren finale. Tweede plek. En waar ben je het meest trots op dit seizoen? Ik denk de combinatie. Ik wou net zeggen, ik allebei. Ja. Ik heb niet echt een voorkeur. Misschien als die goud was geweest, dan... Dan was het perfect. Ja, hoe je begon. Dan was het perfecte seizoen geweest. Maar ja, we mogen trots zijn natuurlijk. Maar alsnog hebben we hier met z'n allen echt iets heel moois neergezet. Ja, zeker weten. En als ik nu richting kleine kinderen iets moet zeggen over voetbal bij IJsselmeerwels, met name kleine meisjes natuurlijk. Wat kan ik ze dan meegeven? Ja. Waarom moeten ze kiezen voor damesvoetbal? Ja, gewoon omdat ze het leuk vinden. Dat is vooral het belangrijkste. En ik denk gewoon omdat je zoiets moois kan opbouwen met elkaar daar. Het is een teamsport. En dat blijkt. En als je daar alles in stopt, dan kan je er heel veel uithalen. Ja, en natuurlijk. Als je bij de rode komt, kun je ons opvolgen. Dat zou heel leuk zijn als dat door blijft gaan. Want hoeveel teams zijn er nu? We hebben twee vrouwenteams. Ja. En volgens mij dan nog een meiden onder de 17 en twee meiden onder de 15. En ik moet zeggen, hoe lager het gaat, volgens mij wel hoe meer het er zijn, maar ik weet niet het exact. Ja, wel een aantal hoor, dus dat is wel superleuk. En je ziet ook wel echt dat er wel veel talent loopt in de jeugd. Dat is wel heel leuk om te zien. En ons team is ook best wel divers. Ik denk de oudste die zijn nu 28 en de jongste zijn 15, 16. Ja. Dus er zit echt wel een... In jullie elftal, het eerste zeg maar. Ja, in ons elftal. Dus er zit echt superleuk, wel een... De doorgroei is er ook gewoon. En daar staan ze ook gewoon open voor. Dus dat is ook heel leuk voor de jeugd. Nou, een mooie combinatie. Ja. Is er verder nog iets wat jullie kwijt willen aan de kijkers? Aan familie, groetjes? Ik hoorde jou net zeggen, zal ik even doorgeven? Je vroeg wanneer het uitgezonden werd. Ja, dat is voor je oma. Nee, dat is echt niet. Nee. Dat doet echt niet. Je wil niet de groetjes doen? Ja, ik de groetjes, ja. Ja. Ik heb niet specifiek aan iemand, ik weet niet wie hier naar kijkt. Dus ik zal het nu wel doorgeven. Ja, nou ja gewoon voor ons team ook natuurlijk. Dat we heel erg trots op jullie allemaal zijn. En, bedankt voor dit geweldige seizoen. En dat we hopelijk nog heel veel van dit soort seizoenen mogen
meemaken. Ja, ja, zeker. En we zijn trots. Zeker. Heel trots. Sluiten we mee af. Dankjewel. Ja. Jullie bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.